Universiteit en docent Retail Management en aan NHL Stenden Hogeschool. En zometeen het spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het me weten via de gratis Radio 1 app of via de mail blokenvan@avrotros.nl. Tot zometeen. Met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meer met energie. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos. Dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanraden voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Op latere leeftijd zwanger worden, dat brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee. Vanuit die gedachte loopt in Groot-Brittannië een campagne om vrouwelijke studenten te stimuleren om jonger aan kinderen te beginnen. Ik praat er zo meteen over met Emeritus hoogleraar voortplanting en geneeskunde, Dini Braas van het Radboud Universiteit. En ieder jaar worden ongeveer 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Daarom ontwikkelde Maaike Brunekreef van het Isla Ziekenhuis in Zwolle een bordspel voor professionals die met deze slachtoffers in aanraking komen. Nu het NOS Journaal. Hier is Marix Ampersen. Het ministerie vervolgt clubvoetballer Quincy Promes voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De 29-jarige international zou vorig jaar zomer zijn neef hebben gestoken na een familiefeest. De neef raakte ernstig gewond aan zijn knie en deed een paar maanden later aangifte. Promes zat vervolgens een paar dagen vast. Hij heeft altijd ontkend. Afgelopen zomer werd al bekend dat het OM van plan was om hem te vervolgen. Promes stapte begin dit jaar over van Ajax naar Spartak Moskou. In Schijndel in Brabant is iemand overleden door een legionella-besmetting. Zeker 10 anderen zijn ook ziek geworden. De meeste van hen liggen in het ziekenhuis. Het gaat om mensen van tussen de 60 en 90 jaar oud. Het is nog niet bekend hoe ze besmet zijn geraakt, maar de fonteinen in Schijndel zijn uit voorzorg uitgezet, zegt de GGD. De fonteinen zijn niet een hele waarschijnlijke bron, maar uit voorzorg zijn ze toch allemaal uitgezet. Maar we zijn ook aan het zoeken naar koeltorens, wasstraten, waterzuiveringen. Dus eigenlijk alle mogelijke bronnen die worden bezocht, getest en enzovoort. De GGD noemt het aantal besmette mensen uitzonderlijk hoog en er komen nog elke dag besmettingen bij. De
deze week op omdat hij te weinig perspectief zou hebben. In de Eredivisie. Veel mensen proberen online of telefonisch een afspraak te maken voor een coronatest. Dat betekent opnieuw toproute bij de GGD's. Aan het eind van de ochtend waren er al 87.000 afspraken gemaakt. Eerder deze week melden de GGD's dat de maximale testcapaciteit was bereikt. Er wordt gezocht aan extra personeel. We zijn continu aan het werven, we zijn continu aan het opleiden, zowel voor koolzetten aan als voor de test afnemen, als voor het vaccineren. En dat is iets wat we op zich wel gewend zijn, maar het is nu even echt een stevige opgave. Volgens de GGD brengt de drukte in de teststraten niet de boosterprikcampagne in gevaar. Veel partijen vinden het een goed idee om te praten over de opvangstorming in de Kamer, maar er zijn wel tegengeluiden. Dus wil de Kamervoorzitter Bergkamp op tot een gesprek met alle fracties. Dat deed ze nadat Forum voor Democratie Kamerlid van Houwelingen tegen D66 Sjoerdsma zei, die tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Veel partijen vinden dat onacceptabel, maar tegen veel oude wilders niet. Dat is een rol op.